standing on the Dam Square in Amsterdam. It's about the heart of Amsterdam, and not only the heart of Amsterdam, but you could say the heart of Holland. Because we just had a look at the palace and the dam. Next to the palace is the new church, and behind me is the war memorial. Where, and there's the new church, the Nieuwe Kerk, where the royalty gets married here in Holland. So we have these three important things. We also have over there the Bijenkorf, which is the warehouse where you can buy all kinds of things. So there'll be a lot to say on this square. We talked about Rembrandt and light and dark. And of course every period has its light periods and its dark periods. I said Amsterdam in the so-called golden age in the 17th century was an incredibly... We zijn dus hier in het Wilhelm Instituut. Het Wilhelm Instituut voor Antroposofie. Als oranje en graal onderzoek, koninklijke kunst en sociale organica. En het Wilhelm Instituut wil dus een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe koningschap. Zoals u weet heeft iedereen het over het voortgang, hoe het verder moet met de monarchie. We zijn begin mei, we zitten in de bevrijdingsdagen. 5 mei is bevrijdingsdag, herinneringsdag 4 mei. En er is dus nu veel discussie over hoe het verder moet met koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander. Nou, Willem-Alexander heeft zelf gezegd dat het koningschap moet met de tijd meegaan. Want als hij dat niet doet, mogen we het wel afschaffen. Nou, er zijn dus mensen die aan de ene kant alles bij het oude willen houden. Dat is misschien wel zelfs de meerderheid. Want die arme meneer Graaf van de Nieuwe Democraten moest zich bijna... volgens vele mensen verontschuldigen voor zijn aanval op het koningschap. Maar dat is hij volgens mij niet te doen. Het is wel een goede zet. Aan de andere kant zijn er dus mensen die het koningschap willen afschaffen. Vooral bepaalde politici. Nou, volgens mij moeten we niet het koningschap afschaffen, maar de politiek. Die moeten we eigenlijk afschaffen in de zin dat politiek geestelijke oorlog is. Want bij de politiek gaat het dus om het eigenlijk misleiden van je tegenstanders. En alles in de politiek moet een rechtsstaat worden. Nou goed, het nieuwe koningschap, dat moet dus niet meer het staatshoofd zijn. Kijk, ministers hebben een staat. President-ministers, die zijn aan het hoofd van een staat. Een koning, en zo was het vroeger ook, staat aan het hoofd van een rijk. En dat is heel anders, een rijk, dan een staat. Kijk, dit idee van Thorbecke en de liberalen uit de 19e eeuw, daar zag men nog de staat als quasi het alleomvattende, alles belangrijke. En dan had je ook de staat, die dus vadertje staat, die bepaalde wat er in het geestesleven moest gebeuren. Ook min of meer dominant was in de economie, in het bedrijfsleven. Maar het staatsleven, het eigenlijke staatsleven, dat is, moet zich eigenlijk beperken tot het rechtsleven. Het politieke leven, waar het gaat om de bescherming van de natuur en de mens. Waar je dus hebt te maken met het parlement, wetten en politie en leger. Nou goed, wat is dan eigenlijk het Rijk? Als de koning het hoofd van het Rijk moet zijn, dat is dus het Nederlandse grondgebied in het geval van Willem-Alexander. En je zou dus eigenlijk het Rijk der Nederlanden, dat is dus Curaçao ook geloof ik nog steeds, Suriname is eigenlijk onafhankelijk geworden, maar er zijn ook veel Surinamers in Nederland, ook Curaçaonaars. Maar goed, het Rijk der Nederlanden is dus eigenlijk het Nederlandse grondgebied. En dat moet je dus eigenlijk zien, dat Rijk als een, wat ik noem in navolging van Rudolf Steiner, een sociaal organisme. Het Rijk is eigenlijk een sociaal organisme dat bestaat uit drie onderdelen, zeg maar, uit drie subsystemen. Aan de ene kant heb je in dit Rijk het geestesleven,
alles wat met kunst, wetenschap en religie te maken heeft. Aan de andere kant heb je het bedrijfsleven. Nou, we hebben het dus over het sociale organisme. Dat bestaat dus uit drie interdependent, in het Engels, hè, in elkaar geschoven, met elkaar verbonden, maar toch relatief autonome, vrije gebieden van het geestesleven. Aan de andere kant het bedrijfsleven, dus meer naar de aarde toe, veredeling van natuurproducten. Eigenlijk bedrijfsleven, wel ook producten en diensten daarbij te maken hebben. En dus in het midden het eigenlijk staatsleven, rechtsleven. Nou, dus de koning als hoofd van een rijk, die zou dus niet meer staatshoofd moeten worden, blijven, niks meer met politiek te maken hebben, maar hij zou eigenlijk aan het hoofd van het Nederlandse Rijk staan en ervoor moeten zorgen dat het Rijk gezond wordt en blijft. Nou, dat is dus een overzicht over de nieuwe positie van de koning. Dat bevrijdt de koning natuurlijk uit die gouden kooi, want er is een soort dubbele discriminatie aan de hand. Aan de ene kant zijn alle Nederlanders eigenlijk benadeeld, omdat zij onder de huidige situatie niet in aanmerking komen om koning te worden. Dat kan je dus alleen maar als je uit die familie stamt. Dus dat is dus eigenlijk het erfelijkheidsprincipe. Dat niet meer aan de tijd is. Dat denk ik ook wat kroonprins Willem-Alexander bedoelde. Dat de koningschap moet nou met de tijd meegaan. En het allerbelangrijkste moment daar is dat de bloedlijn, de continuïteit van het koningshuis gebaseerd op de bloedlijn, dat niet meer aan de tijd is. Nou, dat is dus het ene waar je een soort positieve discriminatie hebt. Het koningshuis, die staat dus boven eigenlijk alle Nederlanders, omdat zij via het bloedrecht, de erfelijkheid, deze bevoorrechte positie hebben. Aan de andere kant staat het hele Nederlandse volk een stukje boven het koning, de koning, niet het koningshuis, maar de koning, omdat de koning, en de koningin zoals het nu eigenlijk is, heeft geen vrije meningsuiting. Die heeft geen woord en weerwoord. Dat zei ook de koningin in haar laatste interview. Ik kan mij niet verdedigen. Heel erg treurig eigenlijk. Ik kan eigenlijk geen mening hebben over dit debat, omdat het over mijn subject gaat. En je kan niet tegelijkertijd object en subject van dit debat zijn. Nou, dat is een verschrikkelijke situatie, dat in deze moderne tijd iemand niet het recht op vrije meningsuiting heeft. Dus als je dus de koning bevrijdt uit het corset van de staat, uit het corset van de politiek, moet hij onbedingt juist wel het recht op vrije menings hebben, want hij moet zijn mening uiten. Ja, meningen zijn eigenlijk frivoliteiten. Hij moet kennis, opvatting, inzicht uiten hoe zijn rijk gezond kan worden en blijven. Hoe het rijk de Nederlander gezond kan worden en blijven. Dus Graaf. Die jongen die discussie hebben gebracht. Nou, die heeft dat gewoon gelanceerd, deze discussie. Het hebben over het moderne koningschap en de nieuwe koningschap en de nieuwe koninklijke kunst. Want de nieuwe koning moet een koninklijke kunstenaar zijn. En wat is nou de koninklijke kunst? De nieuwe koninklijke kunst, die bestaat in het verwezenlijken van de kunst en wetenschap van de idee van het sociale organisme, of korter gezegd, de sociale organica. Dat is dus de nieuwe koninklijke kunst, het verwezenlijken van de sociale organica, dat wil zeggen, hoe kun je het sociale organisme weer gezond maken en gezond houden. Nou, dat is dus een heel groot onderwerp, waar ik uren over zou kunnen vertellen.